ja, dan moet ik daar maar tevreden mee zijn. Maar het is wel jammer weer er dichtbij. En ik voelde me echt goed. Die laatste ronde een paar keer aangevallen. Veel werk gedaan. Maar ja, dan komt het niet alleen aan op wie er goed is. Ook een tactisch spelletje. En ja, dan blijft het keuzes maken. En uiteindelijk kwam ik in de sprint ook nog wel redelijk goed uit. Maar ik had helemaal niks meer over. Ja, degene met de beste benen heeft niet gewonnen vandaag. Nou, ik denk dat Koek ook wel heel goed was. Alleen die heeft het tactisch wat anders aangepakt. En dat pakte beter uit. Wat voor een finale was dit? Nou, ik denk wel een hele mooie finale. Het was eigenlijk vanaf de bel weer helemaal open. Alles bij elkaar. En kom je met een groepje terecht. En met twee Duitsen, twee Zweedse. En één Zweedse die kreeg pech, Lund Skog. En dan gaat er wel een hele grote favoriet, valt eraf. En twee Duitsen, dan is het lastig controleren natuurlijk. Dan, die kun je niet laten rijden, want dan valt het stil. Als jij zelf niet in de aanval was, dan rit je wel de gaatjes dicht. Hoe goed was jij vandaag? Ja, goed. Ja, goed. Daarom is het ook wel heel zonde dat het geen goud is geworden natuurlijk. Dus daar baal ik ook wel een beetje van. Maar dat loopt nu helemaal zo. En ik zeg al, keuzes die je maakt, daar moet je gewoon op dat moment achter staan. En je moet niet twijfelen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. En, goed, toch nog zilver. Het gaat om de regenboogtrui, hè? Hoe zuur is het als je zo goed bent en het dan net misloopt? Ja, dat is heel zuur. Het is ontzettend zonde. Kijk, als je wat minder goed bent en het wordt dan zilver, dan kun je er wel echt heel erg tevreden mee zijn. Maar zeker als je zo goed bent, dan wil je echt alleen voor het goud gaan. Maar goed, er waren er meer goed en dat is ook het spelletje. Viel je zoveel aan omdat je ook niet helemaal gerust was op de eindsprint met z'n allen? Nee, ik viel aan omdat het gewoon heel lastig controleren is, zo'n groepje. Dat kun je haast niet controleren. En dat bleek ook eigenlijk wel, dat het echt heel lastig was. Continu aangevallen en je moet blijven rijden. En dan kun je er maar beter vooruit zitten. Maar dat lukte niet. En nu? Even vakantie en dan de modder in? Ja, dat begin december of in december ga ik waarschijnlijk weer het veld in, ja. Staat weer een mooie WK te wachten, een nieuwe kans. Ja, weer een nieuwe kans, dat klopt. In eigen provincie. Ja. Hey, bedankt.